Als je iets koopt, is het fijn om te weten of het product ook net zo goed is als in de omschrijving. Reviews kunnen daarbij helpen, maar sommige bedrijven zetten valse reviews in voor hun eigen gewin of om de concurrentie zwart te maken. Die valse reviews, die worden binnenkort verboden. Maar hoe belangrijk vind jij reviews bij je online aankopen? Ik denk toch wel wat. Vaak als ik online ga shoppen, dan kijk ik toch even of er een review onder staat of een reactie. En kijk of die positief of negatief is. Als die positief is, dan ben ik al snel om. Maar als die negatief is, dan ga ik toch even snel nog kijken voor extra informatie of andere reviews. Van oké, hoe zit het dan echt in elkaar? Ja, best wel eigenlijk. Vooral als ik iets van de elektronica koop, dan let ik daar wel op. Bijvoorbeeld een computer of een laptop of zo. En voor de rest niet echt eigenlijk. Qua kleren of zo, kijk niet naar online reviews. Ja, eigenlijk wel. Want als iemand zegt het is super slecht product, dan denk ik van ja, dan ga ik het niet kopen natuurlijk. Maar als het staat dat het wel een goed product is, dan ga ik het natuurlijk wel kopen. Dat is eigenlijk heel erg. Ja, want ik vind het belangrijk. Omdat je, ja, het bedrijf kan wel zeggen dat het goed is, maar ja, vindt de consument dat ook? Zeker weten. Zeker inderdaad met elektronica. Je wilt toch wel waar voor je geld hebben. En als iets niet goed is, ja, dan ga je het niet kopen. Maar mijn kleding of iets doet het niet.